Antwoorden van de oefentoets. Twee toepassingen van fossiele brandstoffen. Verkeer. Auto's laten rijden, bijvoorbeeld op vliegtuigen. En opwekken van elektriciteit. Allebei één punt. Eén fout, één punt, eraf. De stappen van de elektriciteitscentrale. De brandstof wordt verbrand, bijvoorbeeld aardgas, één punt. Water wordt verhit tot stoom. In de ketel, één punt. Stoom drijft een turbine aan. De turbine drijft een generator aan die elektrische energie opwekt. Ook één punt. En de condenser koelt de stoom af tot water. Ook één punt. Onderstaand diagram heet een energie-stroomdiagram. Één punt. De afvalwarmte kan worden gekoeld in een koeltoren. Condenser zou dat kunnen. Een nuttige toepassing voor het gebruik van afvalwarmte. Stadsverwarming. Omrekenen, 1 kilojoule is 1000 joule. Van joule naar kilojoule deel je er 1000. En let op bij megajoule. 1 megajoule is 1 miljoen joule, dus 1000 kilojoule. 2 punten, 1 fout, 1 punt eraf. 4 duurzame energiebronnen, zon, wind, waterkracht, bijvoorbeeld aardwarmte is er nog 1. 2 punten, 1 fout, 1 punt eraf. De betekenis van duurzaam is dat het eigenlijk niet opraakt aan een vrij schone brandstof is. 1 punt. 6a. De versnellingsbak is nodig dat de generator dan vaker ronddraait. 1 punt. De functie van de generator is stroom of spanning of elektrische energie opwekken. En de voor- en nadelen zijn hieronder beschreven. 3 punten. 1 punt. Fout, 1 punt eraf. Er zijn er uiteraard nog meerdere. Waar moet je op letten als je energiebronnen vergelijkt? Kan de bron op den duur uitgeput raken? Is de bron altijd of af en toe beschikbaar? Wat zijn de gevolgen voor het milieu? 2 punten in totaal, 1 fout, 1 punt eraf. Het paneel is zwart bij de zonnecollector. Zwart absorbeert namelijk goed warmte. En er is isolatie aangebracht, zodat er geen warmte verloren gaat. Alle warmte moet naar het water gaan. De warmtewisselaar heeft als functie warmte afgeven aan het koude water. En bij D, dat water kan gebruikt worden voor bijvoorbeeld douchen of afwassen. Nou, biobrandstoffen zoals hout, die kun je ook gebruiken. Waarom is dat beter dan bijvoorbeeld steenkool? Het gaat er met name om dat er nieuwe bomen moeten worden geplant. Anders heeft het natuurlijk niet veel nut. 1 punt. Een opdracht over het zonnepaneel. Het rendement van het geteste zonnepaneel. Het nuttig vermogen is wat eruit komt. Het totale vermogen is wat erin gaat. En voor het rendement deel je nuttige wat eruit komt door het totale, dus P nut gedeeld door P totaal, oftewel P op, dat mag ook, 17%, 3 punten als alles netjes is uitgewerkt. 3 stappen hoe de elektriciteit wordt opgewekt in een waterkrachtcentrale. Nou, water stroomt naar onder over een kunstmatig hoogteverschil. Een turbine gaat draaien, dat is een groot rad. En een generator wekt elektrische energie op, oftewel een grote dynamo. 2 punten, 1 fout, 1 punt eraf. Als je naar de formule van EZ kijkt, wat kun je dan doen om zoveel mogelijk energie op te wekken bij deze waterkrachtcentrale? Nou, EZ is M keer GKH, dus je moet veel massa hebben, veel water dan naar onder stroomt, bijvoorbeeld een bredere helling. Die G kun je niet veel aan doen, want het blijft op aarde, maar het hoogteverschil kun je wel iets aan doen, dus een groter hoogteverschil. En meer water naar onder laten stromen. 1 punt, als je ze allebei goed hebt. Hoe groot is de zwaarte-energie? Nou, EZ is M keer GKH. Een kubieke meter water is 1000 liter, dus ook 1000 kilogram. Nou, we hebben 10 kubieke meter water, vandaar 10.000 kilogram. G is gewoon altijd 10 op aarde en H is hier 60. Dus je krijgt
100.000 keer 60, 6 miljoen joule, oftewel 6 megajoule. Drie punten. Welke hoogte bevindt de MA zich? Nou, de massa is bekend, G is bekend en de zwaarte-energie is 400 joule. Dus EZ is M keer G keer H. EZ vul je in, M vul je in, G is bekend en dan kun je H uitrekenen, 4 meter. Drie punten voor deze som. En 14, drie nadelen van de hoge temperaturen. Oogsten mislukken, hongersnood bijvoorbeeld, land stroomt onder of mensen sterven bijvoorbeeld door hitte. Twee punten, één fout, één punt eraf. Je cijfer krijg je door het aantal punten te delen door 3,9.